Ricky van Wolfswinkel, ik zie je met een heel beteuterd gezicht staan. Ook wel logisch, denk ik. Ja, natuurlijk. We spelen een matige pot. Misschien wel, ik weet niet wat het percentage balbezit is, maar uiteindelijk we creëren totaal niks. Energie was veel te laag. Verdient ook echt niet om te winnen. Henk Vreese, ben je geschrokken van Vitesse vandaag? Nou, ja, dat vind ik een beetje een sensatiewoord. We zijn met z'n allen niet tevreden. Dat is duidelijk. Ja, we hebben gewoon niet goed genoeg gespeeld vandaag. We hebben niet of de energie erin gebracht of het voetbal gespeeld dat we moesten doen. Allemaal zijn we tekort geschoten vandaag, anders creëer je gewoon kansen. En dan zullen we ook één scoren, maar zoveel kwamen niet. We scoren een goal, een geweldige pegel van Louis, maar ja, die maken we nooit meer. Is het iets wat structureel is of zeg je van dit kan gewoon een keer tussen zitten? Nee, dat zit er gewoon een keer tussen. Kijk, zeker niet structureel. Er zit een keertje tussen en het is gewoon balen dat het vandaag is. We moeten wel af van het praten dat we willen winnen. We willen goed voetbal spelen. Nou, als je heel positief kijkt, dan hebben we heel veel balbezit gehad vandaag. Als je heel kritisch bent, wat hebben we ermee gedaan? Veel te weinig. En in mijn optiek heeft dat te maken omdat we vanaf seconde 1 beginnen in een te laag tempo. Je hebt jongens voorin lopen, Van Wolfswinkel, Rashica, Nathan, Van Bergen, voor. Kunnen allemaal kansen creëren, Beker. Vandaag ook niks. Baart dat je zorgen? Ja, ik ben niet zo heel snel in paniek, moet ik heel eerlijk zeggen. En ik ben ook niet heel snel in euforie. Want als je mijn woorden hoorde na de 7-2 overwinning bij de Dijk, was dat heel kritisch. Vandaag is dat niet anders. Maar wel realistisch. En ik ben niet zo iemand die op basis van één wedstrijd, waarin we zeker te weinig hebben gecreëerd, meteen in paniek moet zijn. Er is wel naar elkaar toe een punt van kritiek. En dat is dat we gewoon veel en veel meer passie, beleving, energie in onze, nogmaals, kwaliteiten moeten steken. We hebben heel veel voetballende kwaliteiten. Maar ook daar heb je gewoon energie nodig. Wat ik al zei, het manier van aanbieden, dat is heel erg bepalend of je echt de bal zal krijgen of niet. Na 7 wedstrijden, 10 punten. Je had ongetwijfeld op meer gehoopt. Dat had ik op meer gehoopt. Had ik meer moeten hebben uiteindelijk als je terugkijkt natuurlijk. Maar ja, uiteindelijk is dat allemaal voetbal. En als je zo speelt zoals vandaag, dan verdien je ook geen 3 punten. 10 punten, is het te weinig? Ja, te weinig zeker. Kijk, we zijn natuurlijk aan het wedstrijden die we zo op kunnen noemen. Waarbij je de punten hebben laten liggen waar we het niet hadden hoeven doen. Dan reken ik niet eens deze wedstrijd mee. Maar we hebben gewoon te weinig punten voor wat we kunnen.